Dus NIMBY, hè? Ja, NIMBY. Het is tijd om te praten over NIMBY. Dat is de track die we hebben opgenomen in Villa Black Sheep. Waarom staat het nummer op de plaat? Dit is het enige nummer eigenlijk wat jij hebt geschreven. Flikker op, stomme duif! Goed gedaan. Dank je. NIMBY is inderdaad wel, die heb ik een keer helemaal in mijn eentje van from scratch, instrumentaal gezien al zelf geschreven. Al een hele lange tijd terug. Toen heette hij nog Vaccinated. Volgens mij had Martin die voor je ingedrumd. Toen bleef het zo'n beetje zo, dat gitaarloopje bleef een beetje zo'n ding in onze band. Van iedereen vond het wel tof of zo. Bij dit nummer was het wel zo dat ik nog steeds geen tekst had. Laat staan een melodie om op te zingen. En het leek het wel cool om te kijken wat er zou gebeuren als ik dit zou introduceren in de band. Toen zijn we daarmee beginnen met spelen. Ik denk een jaar geleden in Keulen. Vorige zomer, ja. Ja, toen was het nog allemaal heel voorzichtig. En een andere chorus hadden we toen nog. En het refrein ging dus zo. Gone in my backyard. Is niet zo gebleven. Dat is, heeft de final cut niet gehaald. Nee, maar dat hoor je waarschijnlijk op de plaat wel. Maar daar komt dus wel de naam NIMBY van, Not In My Backyard. Misschien een van de weinige, toch meer politiek geëngageerde nummers ook van Outer Bridges. Ja, een beetje sociaal maatschappij kritisch. Ja, en dat is toch niet helemaal de richting waar die we op willen gaan. Nou, dat weet ik niet. Want we hebben wel het nummer op de plaat. We proberen wel een iets meer serieuze toon aan te slaan op dit EP dan het vorige EP. Het gaat niet meer alleen maar over koetjes en kalfjes. En alleen maar over de liefde. We zijn ook begonnen met het opnemen met de tape-machine. En dat was dat eerste wat we deden, was NIMBY. Dan hebben we toch wel één of twee takes op tape opgenomen. En toen ging de tape-machine kapot. Dus toen moesten we doorgaan op Pro Tools. Nou ja, ik vond het wel heel cool dat ik ook een echte Rhodes en Wurlitzer heb gespeeld op deze opname. Ik denk dat het echt een vette track is. Het heeft ook een beetje zo'n dancey feel. Te sexy. Er loopt op dit moment een crowdfunding campagne op voordekunst.nl waarin wij €2500 willen, bij elkaar willen verzamelen. We hebben al meer dan 20% van de crowdfunding gehaald, dus dat is echt super. Dankjewel voor de steun, want hierdoor kunnen we dit blijven doen.